Advocaat Irene Lalji heeft vandaag op 55-jarige leeftijd het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Lalji was deel van de verdediging in de spraakmakende strafzaak van de voortvluchtige ex-minister Gilmore Hoefdraad. De advocaat was ongeveer 2 weken opgenomen op de intensive care afdeling als gevolg van een COVID-besmetting. Enkele collega-advocaten reageerden geschokt op het verlies. Volgens Georgette Leter is het heengaan van Lalji een groot verlies voor de advocatuur. Toen ik het vanmorgen hoorde, was ik echt in shock. En oei, het is toch niet gegaan. Vorige week heb ik dus begrepen dat ze dus was in het ziekenhuis en op de IC lag. Maar ik denk van oké, komt het toch wel goed. Ze zal het dus wel halen en ze zal herstellen. Maar het blijkt dus nu dat ze dat niet heeft gehaald. Ik heb collega Lalji ervaren als een lieve collega, waar je wel, toch wel terecht kon als je dus informatie nodig had. Ze deelde de informatie niet met iedereen, dat kan ik dus wel zeggen, maar ik kon dus wel bij haar terecht. Ze gaf ook adviezen als oudere advocaat en dat was wel prettig. Zo heb ik er ervaren. Leter zegt dat zij Lalji al heel lang kent als advocaat. Volgens de jurist is het duidelijk dat het COVID-19-virus steeds dichter bij ons komt. Collega Merwin Dubois was erg geschokt toen hij vernam dat Lalji er niet meer was. Ja, dat blijkt nu. Dat geeft dus aan dat we allemaal heel erg voorzichtig moeten zijn. En we moeten ons houden aan de regels. Dat betekent dus dat we gevaccineerd moeten zijn. En dat we dus ook al ontvangen we cliënten op kantoor, dat we de nodige maatregelen in acht moeten nemen. Heel erg hard aan aangekomen, maar ik hoop dat ze er toch wel op een goede manier mee omgaan. Sterkte allemaal. Leter zegt dat het heel belangrijk is dat advocaten zich laten vaccineren, omdat zij veel in contact zijn met cliënten. Het contact met vreemde mensen blijft een groot risico.